Dag mensen, ik ben Dillis Derksen, presentator van Mooie Mensen. Ik sta hier in mijn tuin en ik heb afgelopen donderdag een heel leuk gesprek gehad met Monique Lancé. Zij is HIC-verpleegkundige en dat betekent dat ze van de High Intensive Care is van de GGZ Drenthe, dus psychiatrie. En we hebben daar een heel leuk gesprek over gehad, hoe dat voor allerlei mensen is geweest in de coronaperiode. Ik sta in mijn tuin omdat ik dacht, ja, dat is een leuk beeld, zo met dat lekkere weer. En kijk eens om mij heen naar die wolken achter mij. Ja, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar het is heel blauw en het waait een beetje. En het is lekker, gewoon het weer zoals het moet zijn in mei naar mijn inzicht. En er zijn nog allerlei toestanden aan de gang en zo. En ik merk dat ik er een beetje niet helemaal van loskom. En dat ik me steeds afvraag, ja, zou het nog verder gaan? Wat betreft onze maatregelen enzovoort in september. En dat laat mij dus niet helemaal los. En ik kom daar ook niet helemaal ontspannen door, zeg maar. En ik dacht, nou ja, we zien het natuurlijk ook wel. Hoe kan je daar nou het beste mee omgaan dan alleen maar afwachten wat er gaat gebeuren en je kunt er toch niet zoveel aan doen. Behalve dat we misschien dan 5 juni weer gaan demonstreren en daarmee alvast laten zien wat wij ervan vinden. Nou, en verder dacht ik van, heb ik niet zo heel veel te kletsen, zeg maar. Ik heb nog één ding wat ik heel leuk vind om te vertellen. Is dat ik heel vaak complimentjes krijg over mooie mensen. En dat is natuurlijk een beetje raar misschien om te zeggen. Zo van, kijk mij nou, wat tof dat ik een complimentje krijg. Maar ik wou het zeggen omdat ik er zelf natuurlijk ook blij van word. Want dan denk ik van, ja, waar maak ik het programma Mooie Mensen nou eigenlijk voor? En dat is toch wel dat we met z'n allen een beetje blijer van worden, denk ik. Want ja, ik doe niet mijn best om het blij en opgewekt en vrolijk en positief te houden. Maar het is wel leuk dat ik complimentjes krijg van mensen dat ze zeggen van, ja, ik word altijd blij van het kijken naar mooie mensen en van mijn stem misschien zelfs wel. Nou ja, dat is wel gek om te zeggen en te horen natuurlijk, maar heel leuk complimentje. En daarom wou ik ook een oproep doen dat ik ga iets meer hardere reclame maken. Net zoals al die andere programmamakers op YouTube, weet je wel. Die zeggen dan van, ja, als je het heel erg leuk vindt, mijn filmpje en de interviews die ik maak of de dingen die ik doe. Deel ze dan met zoveel mogelijk mensen. En ik wou er dan bij zeggen, ik doe niet aan donaties en zo, weet je wel. Dat maakt mij allemaal niet uit, want ik denk, ik ga er toch wel mee door of ik nou geld voor krijg of niet. Dus wat ik jullie wou zeggen dan, als we er allemaal misschien blij van worden, laten we dan zorgen dat we zoveel mogelijk delen om de wereld met elkaar een beetje mooier te maken. Nou, en wie weet helpt het ergens in de verste verte wel om met elkaar tegen te kunnen dat er misschien in de september wel weer nieuwe maatregelen komen. Of misschien juist wel helemaal niet, omdat wij al die wereld een stukje mooier hebben gemaakt. Hè? Nou ja, het zou toch wat zijn, mensen. Dus ik zou zeggen, kijk lekker alle video's. Misschien nog een goede tip is, even nadenken, 11 mei 2021 sprak ik met Karin Bloemen. En ik vind dat zelf echt een heel tof interview. Er is geen beeld bij, want ik heb dat toen nog opgenomen bij RTV IJsselmond. Maar misschien kun je, als je denkt van, ik lig lekker in de tuin met een zonnetje, een kopje thee en op een kleedje en zo, hè, zoals ik hier sta, zeg maar. Dan kun je dat interview wel even terugluisteren, want dat is echt heel mooi. En dan denk je, als je tussen de regels doorleest en luistert, dan hoor je trouwens dat Karin Bloemen ook echt wel heel erg hetzelfde denkt als over de coronamaatregelen als wij. En bovendien gewoon een ontzettend mooi mens is. Dus ik zou zeggen, aanrader. Allemaal doen. Doeg!